De gemeente Verwedderadiel heeft vanaf deze week een schilderij van Ruurd Wiersma in bruikleen gekregen. Het betreft hier het schilderij De Elfstedentocht. Wiersma heeft heel wat schilderijen over dit onderwerp gemaakt. Burgemeester Wil van den Berg van Verwedderadiel nam het schilderij dinsdag in ontvangst van Ernest Bakker, voorzitter van de stichting Ruurd Wiersma Hoes. Melkvaarder Ruurd Wiersma haalde zijn inspiratie voornamelijk uit de natuur en de Bijbel. Hij beoefende de naïeve schilderkunst. De aanleiding voor zijn levenswerk was echter het ontploffen van zijn kolenkachel. Het hele huis zat onder het roet en hij kreeg het advies om de kamer met wit behang te beplakken. De witte muren bevielen Wiersma echter niet en hij begon ze te beschilderen. Op deze manier ontstonden de vierjarige tijden. De wanden, het plafond en het meubilair werden allemaal betrokken bij zijn kunstwerk. Dit enorme panorama maakte van Ruurd Wiersma een bekend schilder. Na het overlijden van Ruurd Wiersma is zijn huis in Burdaard een museum geworden, het Ruurd Wiersma Hoes. In het Ruurd Wiersma Hoes is een klein gedeelte van de door Wiersma gemaakte creaties te bewonderen.